misschien is het een andere stijl wel. Ja hoor. Ja hoor. Schop even tegen die deur aan of zo. Open! Hé man. Hij heeft spijt maar. Is er niet even spoor medewerken? Ja, maar ik vind het. Doe even iets. Ik wil nu wel met die trein hoor. Ik wil met de trein, ik wil ook met de trein. Dus een beetje... hey, laat ons groepje het even doen. Dan moeten we trein surfen. Oh, wat? Gooi die deur even in ofzo. Ja joh. We moeten naar binnen. Ja, misschien laat. Hey, er komt een deurtje aan. Oh. Dat is een andere. Dit is vet te laat al. Wij willen naar binnen. Nou, de band is nog niet zo professioneel dat ze hun spullen gedragen krijgen door hun fans, maar goed. Ze lopen met de trein, ze hebben nog geen eigen groepiebus, dus dat moet allemaal nog gebeuren. Nou, krijgen we toch de sneltrein. We staan zo met hele zootje op spoor 5. En ze hebben een fan, kijk. En ik zat op zo'n basgitaartas. Dat laatste stuk van dat nummer, dat denk ik. Maar ik weet niet of je deze handig vindt. Nee. Maar misschien kan je dat blijven. Wie is die dan? Dat verhaal, dat blijft van het. Oh, maar Martijn. Artiesten, die blijven. Daar heb ik niet op staan. Die willen schermen als ik. Hallo. Unknown blijven. Ik ontdek dat je alles in het Engels hebt geschreven. Is dat zo? Dan wil je dan de intro veranderen in intro en hangover in hangover. Hij is van de gemedia, van de mediamarkt agenten. Hij mag geen. Oh, ja. Ik net zie je. Niet voordat hij gestart. Oh, wow. Wat is dit joh? Heel stinkend. Heel rood. Hey. Ja, maar hoe was het? Uit zo'n klein meisje. Ik wil even de tas hier neerzetten. Ja, hij hoort. Dat is maar niet verleden. Als er een tram aankomt, moet je bukken, hè? En dan moet je erin. Ja, dan ga ik plat liggen. Dan moet je erin monteren dat er een tram aankomt rijden. Dat doet dan zo. Ja, boom, en dan is het allemaal weg. Voor? Je kunt ook gewoon een liedje zingen of zo. Er zijn twee eentjes. Touch me here, touch me here. Het duurt allemaal weer uren dit. Mag je naar binnen of zo? Ja, jullie moeten ook naar binnen. Ik heb jullie ook niet gehad. Ja. Ik wil graag kom maar. Ja. Het duurt het lang man. Waar zijn jullie dan? Ja, ik mee man. Oh, nee, hij wil de deur dicht gooien. Kom maar. Ja. Ja. Dat is mij. Alleen dat. We zijn er! Maar waar is het? We zijn er! Waar moeten we heen? Lopend naar het Leidseplein. Is dit die kerk waar jullie moeten zingen? Is dit die kerk waar jullie moeten zingen? Ja, voor. Hoe heet het hier? Horen zingen. Paradisco? Paradisco, de Paradisco. Hé,
Van Hoe heet het hier? Paradiso. Oh. Kijk maar. Dat. En jullie hadden al ook gekregen. Eén moment hoor. Rustig aan. Wil iemand gaan? En juist. Kijk, pas op voor je hoofd, kusje. En kan ik iets onder doen? Geinig dit, hoor. Dit is de eerste band. Dit is... Ga jij ze op sleeptouw nemen? Ik ga ze op... Ja, zijn de sleepkamers al aangewezen? Nee. Ja, kom. Bedankt. Hoi, maar doe. Oké, ik wil net zo doen, dus... Nou, rij ik op. Hoe gaat het nou? Goed, alleen dat lampje is niet zo lekker. Hoe is het hier? Nou ja, buiten het lampje om gaat het wel. Buiten het lampje om? Ja, want ik zie namelijk helemaal niks. Ik word verblind. Dan moet hij. Jezus. Dat is een goede stemoefening, man. Hey Roy. Ja, wat is er, Stijn? Zeg eens wat leuks. Leuks. Lichtjes vervelend. Was leuks. En ik vind het hier wel leuk. Mooi. Heb je gisteren? En die twee motten. Die waren niet de pas. Dit is hem hier, hoor. Dit is hem. Het t-shirt. Nu eindelijk weer een nieuwe. Alle fans komen allemaal in dit t-shirt. Ja, dit gedaan. Was zijn wij in de Hoi. Nou, met de P van Paradiso en Perfectie. Lekker bakje thee. Ik neem een... Wat heb jij, Roy, ook thee? Ik neem ook thee. Wat voor smaak heb je gekozen dan? Die ga ik nog kiezen. Cinnamon, dubbele espresso. Wat heb jij? Ik heb deze gepakt. Lekker. En ik heb toe. Ballon. Nee, dat is vies, man. Dat is deze. Ik neem er waar er één van is. Dat is leuker. Deze, rooibos. Oh, nee. Ik neem Stegemans. Nee. Hebben jullie allemaal thee? Espresso. Cappuccino. Deze neem ik. Deze heb ik gekozen. Hij wordt even verzekerd in de zaal. Dus dat is het ware voor jullie monitor. Ja, je krijgt genoeg verzekerd. Nee, ik niet. Maar dat is wel een leuk spiertje. Lekker winkie, hè? Wat zijn we nou aan het doen in godsnaam? Over twee dagen is het over. Hier Pieter Pipi. Hier kijk, Martijn's onderbroek, zie je van de wieren gaan. Jury heeft ook zo'n mooi onderbroek. Ja, ik heb ook de neiging om zo te doen. Rijn ze vol. Ook bij die andere jongen. Heb jij ook zo'n onderbroek? Jezus. Ja, je zou denken dat het avond is, maar het is gewoon middag, mensen. Ja. Welkom in Amsterdam. Welkom bij Paradiso. Het is een oude kerk, hè, dit? Ja, daarom. Ja, ik vind het wel. Ja.
Zijn ze boos? Ga weg, joh, met jouw rotcamera. Laten ze het horen. Wat is dat? Ik ben Juri, ik ben 20 jaar oud. Mijn hobby's zijn strandwandelingen maken, kruiswoordpuzzels oplossen. Sudoku's ben ik laatst ook verslaafd geraakt. Ik hou van een vrouw die met twee benen gewoon op de wereld staat en stevig op de grond staat. Die niet bang is voor uitdaging, want ik ben een uitdagende persoon. Ik probeer het uit te dagen. Dat is het. Ja, ik hoop dat er nog leuke vrouwen even is. Zit die wel aan? Ik ben je telefoon aan, dan reis ik niet. Oh, mijn telefoonnummer. Het licht is niet helemaal. Je moet iets zeggen, je moet iets aan. Oh. Nou, wij zijn twee vrienden. Wij doen heel veel leuke dingen, zoals bomen bouwen, belletje trekken. Soms, ik wil nooit meedoen, maar hij wil dat altijd. Ik versta er niks van, hoor. Je moet echt harder praten en dichterbij komen staan ofzo, weet je niet. Houden van bomen te bouwen. Ik doe het niet, hij wil het altijd. Bomen bouwen? Ja, dat doen we heel vaak. Nou, ik loop hier dus even achter de schermen bij Paradiso, Amsterdam. En erg grappig om dit even te zien natuurlijk. Thank you.
Insider. Give me a wave, yes. Give me a wave,
Thank you.
Puking everything away.
nu afslaan. Ja, dat is wel. 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 Ja, dat is w
Wat was het nou? Ik wil naar de zon. Hè? Nou, omdat jullie instrumentengeluid over is. Daar zat ik al in het begin af van appjes van. Party, party, after party! Oi, 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 oi! Voor die CD. Voor de, we gaan een nieuwe CD opnemen. Oké, okay. Een beetje. Volgens mij zit het in mijn nek. Ik zit hier in mijn nek. Je moet gewoon Fortnite gebruiken van de Lulu. Is dat je stem? Wat is dit? En het is van mij! Even poederen. Hey Roy, ging het? Dat is goed, man. Ik kan trainen. Ja. Heb je nog een vraag? Leuk. Alkmaar, ja. Alkmaar? En helemaal Amsterdam reizen omdat ik in Alkmaar ben geboren. Dat is vervelend. Hoe vinden ze dat hier, dat Alkmaarders hierheen komen? Volgens mij word je als Amsterdammer word je sneller bekend omdat je dan al in Amsterdam woont. Je hebt wel veel fans meegenomen. Maar die zijn voor ons gekomen. Wat is nou je favoriete muziek in, als je zelf naar cd'tjes opzet en zo? Hip-hop, punk. Ik varieert van alles, man. En wie is je popartiest? Mijn popartiest. Blink 182, Nirvana. Hoor je ook wel terug? Nirvana is toch dood? Nou, ze blijven bij mij altijd leven. Oh ja. Ja, in mijn huiskamer. En wat doe je voor de rest voor hobby's? Hobby's? Ja, naast gitaarspelen. Gitaarspelen, ja. En zingen? En de site werken van Dirty Chocolate Bands. De site. Oh ja, de site. Wat is de site? www.dirtychocolatebands.tk. Oh ja, hier ook. Staat in beeld. Oh, het staat in beeld. Oh ja, hier. www.dirtychocolatebands.tk. En ik zag dat je vriendinnetje er ook was. Die is ook, ja. Jullie wonen samen, hè? Klopt. Zij moet altijd Nirvana aan horen. Vertel eens even hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Heel mooi, heel mooi. Dat is een te lang verhaal. Ja, dan zie je het rumoren. Doen we wel een keertje in de rust. Hé, man. Ja. Ja. Feel my experience.
hoe ging het optreden? Nou, ging hartstikke goed. Bedankt dat je het vraagt. Ja, nou, dat is leuk, hè? Ja, jeetje. Alleen ik had wel een beetje last van mijn rug. En je hebt veel fans hier. Ik heb veel fans hier. Ja, ik heb heel veel fans. Ik heb heel Nederland fans, maar dat is niet door Dirty Chocolate fans. Dat komt door mijn andere bezigheid. En dat is anaal knikkers verzamelen. Niet dat ik ze gebruik, maar ik verzamel ze gewoon graag. En dat komt een beetje door mijn vader. Die bracht mij een beetje in touch met anaal knikkers. Legde mij een beetje uit wat ze deden, hoe ze werkten en zo. En ik was gewoon geïntrigeerd daardoor, weet je. Heb je nog andere hobby's? Ik heb andere hobby's. Dat is Martijn zijn. En ja, dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik heb nog andere hobby's ook. Oh! En dat is taxirijden. Taxirijden. Ik zou zeggen, veel plezier met taxirijden. Ja. Oh, hij rijdt gewoon weg voor je. Ik ren er ook heel graag achteraan. Achter taxis aanrennen, dat is ook een hele goeie. Hij stopt ook voor je. Dit was een heel diepgaand interview. Kijk, nu wordt hij aangereden. Ja, nou staat het wel op de film. Nu kun je hem aanklagen. Gratis party gewoon, ik weet niet. Yeah. En voor de rest? En voor de rest koekjes pakken gewoon. Want alle jongens een beetje doen koekjes pakken. Waar zijn we nu? We zijn nu in Haarlem bij de Paradiso, geloof ik. Haarlem. Of was het nou? Oh nee, sorry, Arnhem. En Arnhem. En ik heb net gespoten. Hoeveel heb je gedronken, gespoten en gesnoven? Ik heb 4 gespoten, 3 gesnoven en 8 gedronken. Kijk, dat is het Museumplein daar. Museumplein, mooi. Museumplein. Ja. Daar zit Jantje Smit altijd met Koninginnedag. Jantje Smit, ben ik gek op. Ik had hem een keer gezien. En waarom spelen jullie geen Jantje Smit muziek? Dat was wel mijn eerste prioriteit toen ik in de band stapte. Jantje Smit muziek. Wat is je grootste wens? Jantje Smit ontmoeten. En wie ben je verliefd? Jantje Smit natuurlijk. Op Jantje Smit? Ja. Nou ja, het gaat weer even helemaal nergens over dus. Nee. Nou. Waar ben je geboren? Amsterdam. Nou, dan weet je toch ook wel waar je nu bent? Arnhem. Oké, en voor de rest, moet ik nog wat vragen? Vraag maar over mijn hobby's. Had je dat al gevraagd? Ja, vraag maar over je hobby's. Wat zijn je hobby's? Taxis. Kijk! Komt er weer een aan. Stop hem dan. Moet ik stoppen? Dat lukt je niet. Oh, maar hij draait. Oké, nou ja, ik ben Martijn Kuijs. Ik speel een Dirty Chocolate Fans. Ik heb vandaag in Paradiso gespeeld. Op zo'n hoog podium. En ik was bang dat ik er afviel. En wat voor liedjes heb je gespeeld? Een beetje punk rock, een beetje reggae. Ja, ik zag toch mijn chocolade broekjes. En dat is kerel. Ja, ik had reggae, een beetje punk rock, een beetje alternative. En gaan vooral veel wat ik wil spelen. Dus. En welk liedje vind je nou het beste van jullie optreden? Vandaag vond ik dat de Chase. Het vond je goed gaan? Dat vind ik fucking goed gaan. Fucking lekker nummer. En wanneer gaan jullie weer nieuwe liedjes schrijven? We gaan aankomende zomer allemaal nieuwe liedjes schrijven, toch? Ja. Ja. Heb je een nieuw bandlid erbij dan? Ja. Ik ben stripper van de band. Singer, songer, tekstschrijver. Maar dan met Distortion, dus... Ga ik op mijn shirt, ga ik... Stel jij hem eens wat belangrijke vragen? Waar heb je je broek vandaan? Dat is een leuk verhaal. Ik heb een broertje gekocht. Ik heb een pop gekocht. Hij was in de uitverkoop. En ik dacht tegen mijn broertje zeg ik gewoon, koop die broek en dan trek ik hem aan. Mijn broertje heeft zelfs maat, dat is de drummer trouwens. Heel leuk, weet je. Feitje. Het is één big family hier. Op Wikipedia vind je dat snel terug. Want Dirty Chocolate Fans wordt overgeschreven op Wikipedia en dan besta je toch? Ja. Dan bestaan ze. Ik heb ook wat opgeschreven. High five. Op zijn broek. Ik haal een donut voor. Oké. Dus, maar jullie staan nu elke zondag hier te feesten? Ja, we staan elke zondag nu in de Paradiso, we hebben geen fuck te doen. Nee, elke zondag jammen we in principe. Maar niet in Paradiso? Was het maar waar zeg. We staan altijd in Parkhof. Krijg je nou ook nog betaald voor zo'n optreden? Sowieso heel veel liefde en energie van het publiek. Maar hoeveel geld komt er nou naar binnen op zo'n moment? Ja, 0 euro. Helemaal niks? Ka-ching! Ja, geen ka-ching! En hoeveel hebben jullie betaald voor de treinreis? Ka-ching! Ja zeker, oké. Okay. Keer 4, 5, wat min, is ka-ching? Min 40 euro, denk ik. Dat is dus wel een behoorlijke min. Ja. Jullie staan gewoon in de min nu. Ja, maar we stonden ook in de Paradiso, hè? Hier, ze herkennen je niet eens, man. Hallo. Sorry hoor, ik moest het even maken, dit grapje. Nee, ja. Wordt er eens nog iets serieus voor dit interview? Hey! Mijn inspiratiebron, dat leuke vraag. Blink 182, Michael Jackson, Sum 41, Marco Borsato,
Stevie Wonder. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wie zijn mijn inspiratiebronnen? Wat? Nou, inspiratie. Bob Marley. Bob Marley. Ken jij hem? Hem? Ja, weet je wie hij is? Ik heb hem net gezien. Heb je hem gezien? Een hele slechte band, of niet? Vond je het een slechte band? Nee, ik weet niet. Ben je nou niet de groepie van hem geworden? Ah, ik ben een groepie. Oh, bedankt. Oh, dat... Kijk, dat moeten we hebben. Dat gaat zo lekker al, hè? Dat gaat zo makkelijk, hè? Ja. Nou, we knippen het eruit. Noise me like a hell. That's it. So I'm gonna make it much bigger and much louder, right? Gestaan. Hoe voel je, Juri? Nou, ik voel me op zich wel goed. Ja, dat is, nou, voor de band is het een hele grote stap voorwaarts. En ik denk het publiek heeft dan ook wel hoe noem je dat? Een realistisch beeld over de band dat we verder willen komen. Ja, nou, om een festival als het Zakkers Festival te staan. Ja? Hoe voelt het nou om echt op een naam te staan? Je staat in de Batista, maar nu sta je ook echt op het Zakkers Festival. Ja? En vertel eens hoe dat gekomen is. Oh. We hebben samen met Van Katoen in Atlantis gespeeld. Het is een muziekpodia in Alkmaar, wat helaas weg is. Ja, en helaas. Wij zijn daarvoor gevraagd om daar op te treden. Samen met de band Hit & Run uit Broek op Lange Dijk. En ja, wij hebben eigenlijk... Ja, het ging erom wie de meeste mensen mee kon nemen, die mocht hier optreden. En wij hebben de meeste mensen meegenomen qua fans en nou ja, zodoende zijn we hier gekomen. Er is een best wel verandering sinds live gebeuren, ja. Ja. Jullie hebben een enorme stap voorwaarts gemaakt, mm-hmm. Qua live optreden. Hoe kan dat? We zijn wat... ik zet even mijn zonnebril op. Maar we zijn wat realistischer gaan denken over de band, van waar willen we heen en... Wat kunnen we bereiken met onze muziek? We spelen voornamelijk punk. En punk is nog best wel makkelijke muziek om te maken. Maar het is ook makkelijk voor de mensen om het leuk te vinden. Het zijn leuke deuntjes. Dat is vaak ook precies zo. Ja, hoe kan het nou dat jullie live beter zijn geworden? We zijn gewoon veel gaan oefenen. Ja. Veel oefenen en, Wat is jouw favoriete song van jullie? Ik ken van mijn Close. Oh ja, ik zei net... Jezus, maar Ken van mijn Close is mijn favoriet. Nee, Ken van mijn Close. Waarom zijn jullie zo met de kleur roze? Ja, waarom? Roze, waarom zijn jullie zo met de kleur roze? We moeten... Ja, Dirty Chocolate Pants is niet bepaald... je ziet heel vaak op straat jongens met t-shirts lopen met bands van... Underdan, met een zo'n vette schedel erop. Oh, je wil een hitterbal, the devil will kill me. En wij maken... Als zouden wij zo'n t-shirt maken met zo'n... plaatje erop. Zijn wij 12 en of 13 in het dozijn? Het zou ons... Had jij nou blauwe ogen of bruine ogen? Ik heb bruine ogen. Ik geloof het niet. Van alle dames. Nee, dat is goed. Als je Dirty Chocolate Pants met een sprookje moet vergelijken, want dat wordt het nu een beetje. Welk sprookje zou je dan... Wat zou zeg maar het sprookje zijn wat Dirty Chocolate Pants illustreert? Ja, weet ik. Ik stel ze. Sprookje van een meisje met het hele lange haar, hoe heet het ook hè? Die je uit de toren laat hangen. Een meisje met lange haar. Wij symboliseren het lange haar, wat steeds langer gaat groeien. Ja. En de prins die er naar boven klimt, dat is onze roem. En wanneer het haar lang genoeg is, kan hij naar boven klimmen en dan hebben wij onze roem bereikt. Nu een vraag over serieuze aard. Mm-hmm. Dirty Chocolate Pants. Ja. Amerika. Amerika. Amerika, benzine in de prijzen gaan omhoog. Alles wordt duurder, alles. Je kent het. Mm-hmm. Hoe zie jij de kansen voor anaalknikkers uit Amerika in Nederland? Anaalknikkers? Ja, dan moet ik wel even bladeren. Oh, ik krijg altijd een beuk. Ik krijg hier een beuk. Huh? Martijn! Ik ga gewoon de hele tijd zo lachen en niks zeggen. Ja, wie gaat de vraag stellen? Ja, Juri en Klaas Jan. Je had net van die goede vraag, maar stel ze nog maar even. Moet je wel bij de camera staan. Waar is de rest van jullie band? Ja, ik wil altijd te laat. Zijn jullie wel tevreden? Ja.
Ja. We staan in de kaas aan de bus. Wij zijn heel, oh, wij zijn heel erg tevreden. Naar over. Ah. Maar wie voor, hoor. Nou, bedankt. Ik weet omdat dit heel vervelend was. Dat is ook goed. Wel. Ik heb gebrand. Ja. Aan een sigaret. Oh. Heb ik niet gedaan. Houd je zo. En ik heb een sere nagel door te spelen. Ja. Dan moet je ook even proberen. Nee, kijk, daar heb je de rest. En ik ben besweet. Kijk, een nagel op een rijtje staan of zo. Nee, nog een keer. Ik heb nog 1 minuut op de tape, hoor. Jullie stellen vragen. Vol is. En jij stelt vragen. Ik wil slecht die vragen. Yo, buik! Wie heeft het meeste haar op zijn buik? Nee, niet te maken. Oké, wij zijn dirty checker fans. Hoe vond je het gaan, Joeri? Ik hoor er ook bij. Hoe vond je het gaan, Martijn? Ik vond het heel goed gaan. Ik sta niet graag in het middelpunt van de aandacht, maar... En ja, hij stond in het middelpunt van de aandacht, maar ik vond dat ik veel beter was. Veel beter, ik. Zag je mijn gitaar spelen? Zag je mijn gitaar spelen? Geweldig. Waarom doe jij dat? Waarom doe je dat? Wat? Waarom doe je dit? Wat doe ik? Oh, dit! Optreden! Nou, geweldig! Ja. Je staat op steeds... Hoe is het zo tot stand gekomen? Wow. Oh, de batterij is op... Nee, de tape is mee. Mensen die gaan tape elkaar call. Beuken. Het zijn in Amsterdam, iedereen belt. Kom, we gaan naar... Wat is op voor de auto's? Pas op de trap! Trap! Ah. Nee. Wat sta jij nou? Ik kan het maken van je ben. Oh ja, dat is wel goed. Laten we staan. Ik heb mensen serieus interviewd. Turkey chocolate fans. Ik weet niet waar het om slaat, maar we hebben hetzelfde soort. Vieze chocoladebroek. Kom maar, wat kan ik nou zelf serieus interviewen? Broek chocolade vieze. Vieze chocoladebroek. Broek chocolade vieze. Vieze chocoladebroek. DCP. DCP. Is de batterij al op? En kijk, we hebben ook zo'n shirt. Ja, Jort. Kijk, het CD-hoesje is compleet, hè? Het CD-hoesje is compleet.